onvoorspelbare man, maar een betrouwbare vriend. Ik vond hem helemaal niet onvoorspelbaar. Nee? Nee, ik vond hem helemaal niet onvoorspelbaar. En hoe was hij als vader? Nou ja, hij had... wat ook al gezegd, hij had heel erg twee kanten. Dus hij was heel grappig en heel lief en heel speels. En hij heeft ons heel veel in gekke situaties doen belanden. Maar hij was niet, en ik denk dat heel veel vaders uit de jaren 80 en 90 dat waren, heel erg zorgzaam. Hij wist gewoon niet hoe je dingen moest doen zoals koken, kleren kopen, het huis gezellig maken. Maar dat was ook wel echt een andere tijd. Ja, dus... Want mijn vader die kookt thuis. Oké. Okay. Vlocht onze haren in. Ja, dat is fantastisch. Ja. Nee, hij was met mijn moeder getrouwd en hij dacht, zij doet de kinderen en ik doe het geld verdienen. Ja. En dat dacht mijn moeder ook. En mijn moeder was daar super goed in. Maar ja, ze hadden natuurlijk niet bedacht dat hij dat uiteindelijk allemaal alleen moest doen. Ja, dus met drie kleine kinderen. Ja, en een carrière en een hele wonderlijke geest. Want hoe ging dat dan op het moment dat jullie moeder overleed en hij stond er alleen voor? Wat gebeurde toen? Hij bedacht eigenlijk... Hij ging eigenlijk vrij snel met ons emigreren. Dus dat herinner ik me nog goed, dat hij op een dag had een verhuisdoos. En hij had er drie en dan zei hij, we gaan naar Amerika en jullie mogen alle drie je eigen verhuisdoos vullen. Wat eigenlijk een soort opmaat is naar mijn opvoeding. Zo van, nou, dit is het, regel het maar. Want wat ga je nou als kind inpakken als je gaat emigreren? Je hebt gewoon geen idee. Ja. Maar ik denk een heleboel knuffels. Maar hij liet ons niet aan ons lot over, maar hij deed wel een heel groot beroep op onze zelfredzaamheid. Ja, op hele kleine kinderen eigenlijk. Ja. En hoe...